Superleuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandagochtend, dus we gaan weer een nieuwe week beginnen. Gezellig samen met de paardjes. Ik ga vanmorgen beginnen met Aso rijden. Even kijken of die al wakker is. Echt waar, jij ligt altijd te slapen voor je aandacht, jongen. Dan ga ik misschien denk ik eerst een ander rijden. Ja, dan gaan we eerst een keer doen. Ik kan Aso nog even uitslapen. We zijn er klaar voor. Kietje is nog even aan het uitstappen in de molen. En dit meneertje is intussen wakker geworden. Hey. Aso is er klaar voor. We gaan eerst even een rondje logeren. Het is ondertussen alweer een beetje warmer. Ik heb mijn jortje net gelogeerd, dus daar klim ik nu ook bovenop. En we hebben nog een uitdaging, want er loopt een merrie in de stadmolen die is steeds naar hem aan het hinneken. Nee, nou ja, ik ben benieuwd hoe hij daarop reageert. Mijn jortje ging heel goed. Hij staat weer lekker te eten. Hij reageerde wel een beetje op de merrie in de molen die steeds naar hem hinnikte. Maar dat is ook niet gek bij een hengst. Hij doet dan ook niet heel wild of zo hoor. Maar juist bij de molen houdt hij zich een beetje in en doet hij... zijn oren zitten dan ergens anders. Maar dat geeft hij helemaal niet. Dat was eigenlijk wel een hele goede oefening. Want we gaan donderdag voor het eerst op les met Major. Dus daar zal hij dan ook heel veel andere dingen zien. En dan zal hij toch daar ook bij zijn concentratie bij mij moeten houden. Dus ik vond het wel een hele fijne oefening zo. We hebben eigenlijk wel hartstikke lekker gereden. Het volgende paard is Atos. Gaan we eerst even lekker opzadelen. En dan pakken we die ook erbij. Daar zit ik op Atos de koning. Hoepster. Hij denkt volgens mij dat hij een snoepje uit mijn hand krijgt. Hij gaat de hele tijd stilstaan. Atos ging echt heel erg goed. Die krijgt steeds meer door dat hij uit zichzelf door moet lopen. Dus dat is dan een hele goede stap voorwaarts. En door naar mijn allerliefste vriendje, Caesar. In de tijd dat ik de paarden rij, doet Felicia ze opzadelen en lekker afzorgen. Caesartje ging hartstikke goed. Kijk, en daar is Felicia Atos lekker aan het afspuiten. Ik ben de hele dag met jongens in de weer geweest. Dus we hebben de allerliefste dame voor het laatst bewaard. Het is nu 6:30 's morgens. Ik ga nu alvast de paarden rijden die gereden moeten worden. Om twee redenen. Het wordt en vandaag weer 30 graden. Zomaar ineens uit het niets denken we, 30 graden. Dus het wordt vanmiddag, vind ik dan, te warm om de paarden aan het werk te zetten. En Dennis is deze week vrij. Dus dan, als ik nu alvast wat rij, dan ben ik vanmiddag wat eerder klaar. En dan kunnen we vanmiddag misschien nog even iets gezelligs doen. Goedemorgen! Het is weer super heet deze dagen. Heerlijk! Ik ga vroeg beginnen met lesgeven. Ik ga even een koffietje maken. En dan ga ik kastje rijden. Ik had vorige week, was het natuurlijk echt koud. En ik dacht, ik heb echt even een nieuwe wintertrui nodig. Krijg ik dus vandaag binnen, terwijl het dus 30 graden wordt. Heerlijk! Nou, ik heb koffie. De les is al aan het warm rijden, zie ik. Let's go! Kijk, er wordt hard gewerkt en de mannen die staan allemaal samen buiten. Dat gaat goed hè, jongen? Atos, Aso en Majoortje. Hey, windje. Ik zit dus op de Kazi. Voor buiten, want het is super mooi weer. Zin in! Binnen afgemaakt, want Cas was de leukste thuis. En dan ging hij elke keer langs de heg, dacht hij dat hij wat zag, sprong hij opzij. En ook al gaat het heel goed, dat durf ik nog niet aan. En het zou het ook niet waard zijn als we gewoon in de binnenbak rustig kunnen rijden, dat ik ernaast zou hangen of zo. Hij is flink nat. Ik ga hem nu afspoelen om in de molen zetten. Cas is aan het eten. Wat vreselijk met het warm weer. Wat moet je dan met je haar als het onder een cap vandaan komt? Ik ga nu even dit op zijn wond van zijn hak doen, want het is nog steeds niet helemaal lekker, maar op zich, hij loopt goed, dus ik mag gewoon rijden en ik moet hem eigenlijk gewoon rijden. Kijk, het is nog steeds... Blijf nou even staan!
Oh. Kijk, hij vindt het niet super leuk als ik er wat aan doe. Ondersteunt natuurlijk huidherstel. En ik moet zeggen, sinds ik dit erop spray, dat het niet meer open is. Dus daar ben ik heel blij om. Maar ja, het is nog steeds niet naar mijn zin. Mooi hoor, had zijn ijzer afgetrapt. Die zit er weer onder, dus dat is top. En nu is Cas aan de beurt. Zin in Cas? Ja, denk ik wel. Ik wilde even met Felicia het laatste paarden van de wei gaan halen, want het wordt nu echt heel erg heet. Maar volgens mij zijn ze er al af. Dan zal ze nu aan het afspuiten zijn. Ik weet niet waar ze zijn. Ik kan ze niet vinden. Goed, ik ga naar huis. Ik ga even douchen. Bikini aantrekken. Ga ik Jolie uit school halen. Ga ik even met Jolie naar het strand 2 uurtjes. Kijk, en ik heb een nieuw voornemen. Ik neem dus mijn eigen brood mee. Meestal kijk ik altijd naar wat er bij mama in de kast is. En dan eet ik dat. Maar poging 10.000 miljoen om de fit girl in mij naar boven te halen. De kans dat het gaat slagen is 0. Maar goed, het idee is leuk. Ik ben ook echt een sukkel. Ik wil wegrijden, zie ik dat die paarden helemaal uit de hoek komen. Dus nou ja, ik heb mijn auto even bij de wei geparkeerd. Dan gaan we ze even vangen. Hallo! Koekoek! Vriend. Lekker hè. Nou, daar gaat ze weer hoor. Naar de slachtbank. Ik weet niet wat Daan aan de hand heeft, maar ze wel heel erg veel zin heeft erin. Die is gewoon al boven. Oké. Okay. Bijzonder. Hallo. Ik zeg net, Daan heeft er wel heel veel zin in. Die is al boven voordat ik überhaupt door de deur ben. Klagen. Klagen, dat is mijn tweede naam. Je zult het niet geloven. Het is vandaag 35 graden. Maar wij doen gewoon sporten. We zijn half weer hier, denk ik. Hoop ik. We gaan als een spier. Heb jij nog steen? Tomaat is ook aanwezig. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. En Daan is een dagje weg naar Texel. Dus ik en Felicia die is op boodschap vrij. Dus ik ben vandaag alleen met de paarden. En ik heb zo... Oh, ik weet niet wat ik aan het doen ben. Het is niet helemaal mijn dag. Ik heb zo'n ongelofelijke spierpijn. Ik merk gewoon nu al, hè. Laat staan morgen en overmorgen. Ik merk nu al gewoon dat elk half uur mijn benen steeds zwaarder gaan. En zwaarder gaan. En zwaarder gaan. Nou, ik ben al een heel eind. Cece heeft vanmorgen ijsjes gehad. Lekker windje. Ik ga nu de eerste lichting van de wei halen. Ga ik Jolie van school halen. Uiteraard weer omkleden. Ik stink naar de hoefsmid. Hey, slaapkop. We gaan naar de wei. Kom, ga daar maar verder slapen. Nou, Jolietje nog even lekker rijden in de buitenbak. Gaan draven. Chop, chop. Zit je op pianoles? Oh, dan. Oh. Morgen meer. Goeden. Het is geen morgen, het is nog geen middag. Dus wel, terwijl goedemorgen. Lekker bezig, Steef. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. En alles loopt door elkaar heen. Ik moet even nadenken hoor. Ik ben er gewoon even helemaal... Ja. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. En Daan gaat vandaag voor het eerst met Major op les. Ze heeft natuurlijk wel thuis hier al gelest bij Gerard. Maar we gaan nu vandaag naar Gardien toe op ander terrein. Dus dat is leuk en een beetje spannend. Ik ga hem nu even wassen en even strak in de lak zetten. En dan mag hij zo meteen mee. Oké, wat nemen we mee? Een poetshandschoen. Ga je ermee doen? Hiermee in te soppen, in te zeepen. En zeep. Nou, top. En het paard. Hè? Nou, wel fijn dat we het paard ook mee hebben. Paard mag ook mee. Goed, let's go. Zal ik de deur open doen? Ja.
Nou, nog twee keer te gaan vandaag. Nee, nog drie keer met mijn pyjama meegerekend. Majortje gaat even eten. Majortje gaat even eten. Ik ga kaas even rijden. En dan ga ik Major klaarmaken. Daan is gearriveerd. Hallo. En ik had tegen Daan gezegd dat hij nog in de paddock stond. Maar hij was natuurlijk al helemaal netjes. Wist ik al. Oh. Nou, die sprenkel. Ik had echt iets leuks bedacht. Ik zei tegen Felicia, ik zeg, zullen we hem opzadelen met een super lelijk dekje? En dan die... Kijk. Dat zou klaarleggen. Dan voor die. En dan achter die gele. En dan doen we hem zo'n lelijk teken op. Leek me echt heel leuk. Maar dat heb ik niet gedaan. Heel erg leuk. Ja, was echt helemaal in de mood. Ik was helemaal in de mood. Nou, we gaan hem even afmaken. Afmaken? Nou, we gaan hem niet afmaken. Maar we gaan even dit afmaken. Gaan we die afmaken? En dan gaat die voor het eerst bij ons in de trailer. Ik ben ook benieuwd hoe die zich gedraagt. Heb je er zin in? Ik ben optimistisch gespannen. Ja. De trailer is klaar. Het hooi ligt erin. In de zadelkamer hebben wij hangen. Het hoofdstel van Major. Ik kreeg wat vragen over het wit. We rijden paard dus met een hulstrens. Dus dan heb je niet de inwerking van de grovere inwerking van de D-trens. Maar het is dus niet hier los. Dus dat is heel fijn, zeker voor de jonge paarden die soms nog wat onrustig in de mond zijn. Het hoofdstel mee. We hebben het zadel mee. Beschermers voor en achter. We hebben een bondje mee. Een extra deken hebben we mee. Daan de cap ligt daar. Even dus de finishing touch erop. Ja. Is extra mooi. Kan je nog mooier worden? Ja, kom steeds. Ja. Oké, okay, klaar. Kom maar, jongen. Nou, hoe braaf kan je zijn? Oh, je dacht, ik doe even lekker allemaal hooi in mijn... Goed, zal ik zo Celine doen? Of wil je dat liever zelf even doen? Waarom zijn wij extra oplettend met een hengst op ander terrein? Het ruikt, ziet en voelt er anders dan thuis. Voor elk paard, maar een hengst zal vanuit nature denken of voelen dat hij hier opnieuw zijn territorium af moet bakenen. Hierom is het erg belangrijk dat je als ruiter een goede leiderspositie hebt bij een hengst, zodat hij je volgt in plaats van dat hij denkt dat hij hier een nieuwe leider moet worden. Jonge paarden zullen het op ander terrein altijd wat spannender vinden dan thuis. Hierdoor kan wat spanning ontstaan. Wij doen dan de paarden eerst longeren om te bekijken hoe ze deze spanning ervaren, zodat je zeker weet dat je veilig op kunt stappen. Omdat Major wat onstuimig was in het begin, heeft Gerdien met opstappen en de eerste paar rondjes hem vastgehouden aan de longeerlijn. Dit is voor de veiligheid van ons allebei. We willen natuurlijk alleen maar goede ervaringen creëren. Mijn water. Denk eraan, hè? Goed. Ik zie een nieuwe carrière voor je. Ja, goed cameraman. Ik ga de hele dag achter ons aan. Ja. Oh,
Oh, maar dan moet jouw auto twee keer. Ja. Gaan we nog uit. Goedemorgen. Het is weer vrijdagochtend, dus dat betekent uitmestochtend. Je ziet hier papa zo een keer er doorheen gereden. Met hier een hele berg. En ik ga nu hier die randjes allemaal naar binnen scheppen. Dat papa die met de shovel in één keer mee kan nemen. Het is zaterdagmiddag. Alle lessen zijn gegeven. En dat betekent nu dat ik de paarden lekker ga doen. Ik ga nu eerst Justine rijden. Ik wil eigenlijk kijken dat ik haar, omdat we nu in de Z1 mogen we met stangentrends rijden. Dat betekent niet dat ik alleen maar met stangentrends rijd. Maar ik ga vandaag de eerste keer het proberen. Ik zadel haar, dus het is vandaag ook echt de eerste keer dat zij de stangentrends inkrijgt. Ik zadel haar gewoon op. Ik doe het hoofdstel in. En ik ga eerst eventjes met haar aan de hand werken. Kijken hoe ze op de stangentrends reageert. Reageert ze daar goed op? Dan stap ik op. En anders dan betekent dat we eerst nog even een paar keer aan de hand ermee moeten gaan oefenen. Dus die heeft het hoofdstelletje mooi in. Kijk, twee mooie bitjes erin. Dus het is nu vooral belangrijk dat we het eerst even een paar keer oefenen. Eerst aan de hand en als dat goed gaat gewoon rustig erop. En eigenlijk gewoon is het nu een beetje de vrije dag, zeg maar. Als het goed gaat natuurlijk, hè. Vrije dag met de stangentrends. En als het dan goed gaat, dan gaan we eigenlijk steeds meer kijken dat we met stangentrends ook een beetje het werken wat op kunnen gaan pakken. Maar ik vind het wel heel fijn dat zo'n paard met de stangentrends een goede ervaring heeft. En ook al rij ik mijn proeven met de stangentrends, dan rij ik eigenlijk alleen op een gegeven moment de echte wedstrijdtrainingen met de stangentrends. Ik wil dan ook niet te vaak mee rijden. Ik begin met de basis. Hierbij laat ik haar stappen, halt houden en weer wegstappen. Om haar daar kennis te laten maken met de ophouding om het halt te laten houden en weer weg te stappen. Hier vraag ik wat stelling om haar in de hals op te rekken. En vervolgens laat ik haar hier wijken voor de rechterkant. Ik laat haar om mijn lichaam heen wijken. Eerst buiging en dan wijken we door naar de hoefslag. Gevolgd door de schouder binnenwaarts, waarbij het erg belangrijk is dat het binnenachterbeen onder de massa komt. Laat ik haar daarna weer buigen. En dan stap ik richting de hoefslag, zodat ik aan de buitenkant loop om vervolgens langs de bakrand travers te doen. Dit helpt Just om erg los in haar lichaam te worden en op te rekken zonder ruitergewicht. Deze oefening doe ik volgens de methode van Bastiaan de Recht van Dressage to Learn. Het is zondag! Ik moet natuurlijk nog eventjes gisteren nabespreken van Just met de stangentrends. We hebben ongeveer 20 minuutjes heb ik het aan de hand geoefend en daarna ben ik opgestapt. Dat ging echt heel erg goed. Ik was ook super tevreden hoe zij dit oppakte. Ze reageerde niet raar op het bit. Ik ben rustig op de trends begonnen, heb daar een klein beetje zo de stangentrends bijgepakt. Ik ga daar nu natuurlijk gewoon lekker mee dooroefenen. Eerst doe ik dat één keer in de week. En dan wil ik daar steeds meer dat ik mijn wedstrijdtraining daar met de stangentrends kan gaan rijden. En waarom dan met de stangentrends? Omdat ik daar natuurlijk met de stangentrends nog meer kan fine-tunen in mijn hulpen. Dat ik nog kleinere hulpen kan geven. Waardoor we het natuurlijk allemaal in een nog stiller en schoner beeld uit kunnen laten gaan zien in de proeven. Omdat ik nog kleinere en mindere hulp hoeft te gaan geven. Ik vind het vooral heel belangrijk dat de paarden die op hoger niveau lopen, die met stangentrends op wedstrijd rijden, dat die door de week wel gewoon op de trends kunnen getraind worden. Dus ik train eigenlijk vooral op de trends. En als ik echt dadelijk wedstrijdgericht wil gaan trainen, of hoger niveau gericht dan natuurlijk, dan pakken we de stangentrends erbij om te zorgen voor die kleine hulpen. Ik ben wel nog omtrent haar gezicht natuurlijk nog op zoek naar een neusriem die daar goed bij past. De neusriem blokkeert nu niks, maar ik zou het heel graag nog ietsje mooier om haar gezicht heen willen. Dus daar is nu mijn zoektocht ook natuurlijk mee begonnen. Dus heb jij of ken jij een stangentrendshoofdstel waarbij de neusriem ietsje lager of juist meer aan het bakstuk valt, hoor ik natuurlijk graag tips. Zoals ik had gezegd, het is vandaag zondag. Alle paarden die lopen vandaag lekker in de wei. Alle paarden lopen vandaag lekker in de wei. Ik ga zo naar een verjaardag toe, dus ik sluit nu meteen deze video af.
Super leuk dat jullie hebben gekeken. Vergeet vooral niet te liken en te abonneren. En vergeet nooit op dat belletje te drukken. En dan zien we je volgende week weer. Doei!